Vorige maand was zo'n beetje heel Druten in rouw. De naar schatting 375-jarige beuk bij het oude poortgebouw moest worden gekapt. De boom was al lange tijd zo ziek dat het onverantwoord was om te laten staan. Nu is er echter weer reden voor een feestje. Het museum Twee Stromenland heeft een nieuwe beuk geschonken aan de bewoner van het pand. Maar wat wij eigenlijk hebben gedacht van dit moet doorgaan, dus die symbolische, die plek mag doorleven. En nou, wij waren in de gelegenheid om een precies ook 14 jaar oude beukenboom te plaatsen. Een van onze vrijwilligers die had die toevallig in de tuin staan en wilde hem kwijt. Nou, 14 jaar is interessant omdat het schilderij wat gemaakt is van de beukenboom in 1806 om en nabij, dat was een schilderij van een 14-jarige beuk. Nou, dan is het natuurlijk een enorme mooie samenloop van omstandigheid wanneer je de gelegenheid hebt om ook een 14-jarige beuk te kunnen schenken. Het schilderij waar Willems het over had is tijdens de kap van de oude boom aan de bewoner van het poortgebouw cadeau gedaan. Willems ziet dan ook graag dat hier een traditie van gemaakt wordt. Verder zou ik het ook heel interessant vinden wanneer er een schilder zou zijn, een kunstenaar, die iets moois maakt met deze jonge boom. Om op die manier, met een verschil van 375 jaar, twee 14-jarige beuken te hebben. Ook in het hout van de oude boom ziet de voorzitter van het museum mogelijkheden voor nieuwe herinneringen. Alhoewel, niet in al het hout. Nou, met het hout van de oude boom, ik denk dat hij voor een deel misschien de kachel in gaat. Maar wat ik heel erg zou aan toejuichen is om regionale kunstenaars de gelegenheid te geven om mooie kunstwerken te maken met die boom. Want als je het hebt over zo'n boom, die heeft 375 jaar geleefd, maar die kan in zo'n kunstwerk nog jaren doorleven. Het hout van de boom is verkrijgbaar bij de familie Tonen Dekkers, de bewoners van het historische gebouw.